Ik ben met EMDR in aanraking gekomen omdat ik een meisje bij mij thuis, die is niet goed geworden door de alcohol. En die heb ik zien overgeven. En die heeft daarna heeft een hartstilstand gehad. Mijn zus heeft een epilepsie-ongelukje gehad. En in dat ongelukje heb ik haar uit het water moeten trekken. En daar heb ik een licht trauma aan overgehouden. Ik woonde bij mijn broer en zijn vriendin. En die hebben me psychisch mishandeld. Ja, mijn vader is overleden en ik had daar best wel veel moeite mee. En ja, ik was uiteindelijk ook bang dat mijn moeder zelf dood zou gaan. In 2010 kreeg ik botkanker, tumor op mijn rib. En dan ben ik een jaar voor een behandeling geweest. En ja, nu is dat allemaal weer weg. Nou, ik heb een auto-ongeluk gehad. Daarbij ging ik 3 keer over de kop. Op mijn 9e ben ik gevallen met de fiets. En ik ben toen dusdanig gevallen dat het stuur in mijn lever gekomen. Had ik 2 scheuren in mijn lever. Ben ik met spoed naar het ziekenhuis ben ik afgevoerd. Vorig jaar mijn vakantie heb ik een ongeluk gehad. Er stond hoog water bij een riviertje en daar ben ik ingevallen. En daar zat een draaikolk en die hadden we van tevoren niet gezien. Ons huis was afgebrand en ik had het daar heel moeilijk mee. Op mijn 5e bijna was gestikt in een knikker. En daar had ik nog best wel veel beelden ook aan overgehouden. Ik kon nog precies beschrijven hoe dat ging. Ik kon het gewoon precies voor me zien. Ik kon er niet zo goed over praten, want dan moest ik heel snel huilen en dan werd ik heel verdrietig. Ja, je hoefde maar wat verkeerd te doen bij mij en ik werd helemaal boos. Nou, meestal kwam het gewoon, dan was ik eerst van tevoren een beetje chagrijnig en zo. En dan werd ik gewoon heel boos. En dan gooide ik van alles door mijn kamer heen. En was het veel te druk in mijn hoofd, dus toen kon ik niet alles tegelijk. Dus toen ging het fout, kon ik niet meer nakijken bij school. En ging, werd ik snel geïrriteerd, werd ik boos. Ik durfde soms niet eens naar buiten, omdat dat ik heel bang was. Ja, ik had eerst heel veel last van om, zeg maar, in slaap te vallen. Ik was echt extreem bang voor de tandarts. Zo bang dat ik eigenlijk gewoon er niet meer heen durfde. En ik echt helemaal gek werd. Niet tegen ambulances kon. Echt niet. Dan, nou ja, kon ik flauw vallen zelfs. Ik vond het heel vervelend om erover te praten, want ik werd er heel emotioneel van. En toen is mijn moeder met het idee gekomen om EMDR te gaan volgen. EMDR is dat je dingen wat vroeger is gebeurd, dat je uit je hoofd zet. Ja, en toen moest ik ook een tekening maken. Tekenen hoe het er ongeveer uit had gezien tijdens het ongeluk. Ze zetten een soort balk voor me neer. En daar hebben ze allemaal bolletjes op. En die lichtjes gaan dan bewegen. Tegelijkertijd moest ik aan mijn herinneringen denken. Dan zat ze tegenover mij en dan deed ze zo met haar vingers. En dan vraagt ze ook om de zoveel keer van, als je nu terugkijkt aan die situatie, hoe erg is die dan voor je? Daardoor werd ik me heel erg bewust van wat er eigenlijk was gebeurd, want dat had ik nog niet voorheen gedaan. De eerste keer vond ik het, toen kwam ik thuis en dacht ik, god, wat zit je nou met je vingers voor me te zwaaien? En dan stopte ze en dan moest je gewoon het eerste zeggen waar je aan dacht. En dat kon echt van alles zijn. Nou, dan moest je daar aan denken, ging ze weer met haar vingers en dat ging dan zo een tijdje ging dat door. En dan moest ik een cijfer geven over hoe erg het nog was. Nou, en dat hielp wel. Dus elke keer werd het cijfer weer lager. Zo erg was het dus. En op een gegeven moment, elke keer dat ze zo reed, ging dat beeld, zeg maar zo, de hoek van de kamer in. Een beetje magic, zeg maar. Alsof je er wel aan kon denken, maar het schoof alweer weg. Alsof het niks was. En toen moest ik even lang naar het tekening kijken. En daarna deed ik weer mijn oog gedicht. En toen moest ik dat in een kastje stoppen. En dat heeft uiteindelijk wel heel goed geholpen. En nu durf ik weer goed in de auto en ben ik ook niet echt bang als er een vrachtwagen langs komt. Ja, eigenlijk na een paar keer toen had ik veel minder last met het verwerken van alles. En ook minder woede aanvallen. Nu word ik echt veel minder snel boos. En nu ga ik heel makkelijk slapen en minder chagrijnig. En ja, ook, ja, ik werd wat relaxter ook. Na een tijdje had ik er helemaal geen last meer van en kon ik er ook gewoon over vertellen zonder dat ik verdrietig werd. Alles was uit mijn hoofd. Ik ga nu veel soepeler naar de tandarts. Nou, je merkte na een paar weken dat je minder agressief werd, meer een nachtmerrie had. Ik vond het heel erg bijzonder en ik had het ook echt niet verwacht, omdat ik eigenlijk dacht, de lampjes, ja, het zal wel. Maar
eigenlijk is het zo goed bevallen. En ja, nu ook. Ik merk gewoon dat het echt heel erg werkt. Alles was echt helemaal zwart en helemaal... En nu kan je echt alles aan. En, ja. Dus nu heb ik het als herinnering opgeslagen en niet meer als een heel vervelend emotioneel iets. Dat ik ook wel weer kan fluiten en kan lachen zonder dat ik doe alsof. Ik vond eerst dat ik niet, ja, dat ik niet trots mag zijn, ik mag niet blij zijn. En ja, nu wel. Dus nu heb ik ook echt het gevoel, ja, ik heb vriendinnen, ik heb het gezellig en ja, dat is leuk. School ging weer goed, ik ging niet meer... Ik ging goed nakijken, ik werd niet snel meer boos. Met turnen ging het ook goed, ik ging hard trainen en thuis ging het ook wel goed weer.